maar omhoog. Dan staat het 58. Ja, hij staat aan. Goed zo. Daar zit John om te denken. Ik heb gezegd, als het kind zegt, vraag dan elke keer of er een microfoon aan staat. Als je alle dingen aan staat, geef het een microfoon. Wat ik vorige keer dat ik het vergeten heb, de microfoon aan, maar je kan op de stand zitten. Wel aanstaan, maar dat niet op me. Ja, alles. Met gesprekken zoals we samen zitten. Nee, ja, ja. Hij staat hier uit. Hij staat hier uit. 2 minuten. Ja, hier staat hij 58. Ja, dat is... 9:58. Ja, exact, ja. Ja. Ja, nou, het is tijd. Zet alles aan. Goedemorgen allemaal en fijn dat we hier bij elkaar zijn om geleerd te worden uit Gods woord, het woord van Gods genade. En dat we alle versterkt mogen worden in de gezonde leer. En degene die ik, de broeder en zusters, wens ik allemaal nog gelukkig nieuwjaar en het allerbeste. Ik stel voor om te zingen lied 111. De belofte van mijn Heer en God, weet ik in zijn hand geborgen gans mijn lot. Glorie en aanbidding zijn mijn dierbare Heer, zijn beloften falen nimmer meer. Glorie, glorie, nimmer kan het eeuwig woord des Heeren falen. Glorie, glorie, sta vast op de belofte van mijn God, aan op de belofte van mijn Heer en God. Ga ik moedig voorwaarts zonder hoon en spot. Bergen zullen wankelen, maar God's woord houdt stand. Kijk, gisteren heen ons vaderland. Glorie, glorie, nimmer kan het eeuwig woord des Heeren falen. Glorie, glorie, staat vast op de belofte van mijn God. En op de belofte van mijn Heer en God, geef ik in de woord mijn hoogste zielsgenot. Zijn belofte zijn als aan het zaligheid, ja en amen op de eeuwigheid. Glorie, glorie, nimmer kan het eeuwig woord des Heeren falen. Glorie, glorie. Van mijn God. Ja, ik voorgaan. Vader in de hemel, ik wil u danken. Danken voor deze dag van genade. Vader, danken dat we hier bij elkaar kunnen komen, Vader. In alle vrijheid. Om geleerd te worden uit uw woord, Vader. Het woord van uw genade, Vader. De gezonde leer. Het woord rechtgesneden, Vader. Dat we daardoor opgebouwd worden. Inwendig versterkt door uw woord, Vader. Zodat we ook gaan leven vanuit uw woord, Vader. En dat ons denken ook veranderd mag worden, Vader. Door de gezonde leer, Vader. En ik dank ook voor alles wat Christus voor ons gedaan heeft aan kruis, Vader. Dat we volmaakt zijn in hem, Vader. En dat we één geworden zijn met hem, Vader. En dat we hebben de verlossing door zijn bloed, Vader. En we zijn verzegeld met uw heilige geest, Vader. Tot de dag der verlossing, Vader. Dank ook de hoop die we hebben, Vader. En dat we daarna uit mogen zien, Vader. En dat we eens, Vader, een ander lichaam krijgen, Vader. En dat we altijd bij u mogen zijn, Vader. En ik dank u ervoor. En ik bid ook, Vader, dat we daardoor gesterkt en bekrachtigd mogen worden. Ik dank u ervoor. In Jezus' naam, onze Heer Arend, onze Redder en Verlosser. Amen. Ik wil een stukje lezen uit Efeze
1. Nou, ik begin maar vanaf vers 2. Genade zij u en vrede van onze God en Vader en de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde. Die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming, tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der eerlijkheid zijn de genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijn de genade, met welke hij overvloedig is geweest, over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op aarde is. In hem, welk ook wij een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen, desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijn naar eerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijn naar eerlijkheid. Ja, en de geestelijke... Gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Ja, hier, mensen zegenen elkaar door elkaar een goede toe te wensen. Maar hier zegent Paulus, zegent God. Maar ja, dat is eigenlijk een lofprijzing voor wat hij voor ons gedaan heeft. En... we kennen eigenlijk geen betere zegeningen ons toewijzen dan die zegeningen die we in de hemel hebben, in Christus. Dat is een vastheid en een zekerheid die we hebben. Want menselijke goede wijzen, die kunnen zo in duigen vallen. Want je zal zo wijs je elkaar goede toe en er hoeft maar even wat te gebeuren en het kukelt om, zo gezegd. Dus dat is een zekerheid die we hebben. Alle geestelijke zegeningen in de hemel. En wat zijn die zegeningen dan? Hij heeft ons uitverkoren. Voor de grondlegging der wereld. En die ons verordineerd heeft tot aannemen, tot kinderen, in zichzelf. En we hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van al onze zonden en misdaden. En ons bekendgemaakt hebben met de verborgenheid van zijn wil. Dus de hele verborgenheid weten we nu. En daar zijn we bekend mee geworden. Om in de bedeling der volheid der tijden alles weer bijeen te vergaderen. Dus alles weer in Christus te brengen. En dan ook de erfenis die we ook hebben in de vers 11. We zijn een erfdeel geworden van Christus. Dus we erven in alles wat Christus voor ons gedaan heeft en wat hij heeft. En vers 13. En we zijn verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Want we zijn verborgen met Christus in God. En daar kan ik alleen maar amen op zeggen. Ja, dan ben alles. Ja. Wat wil ik nog meer? Dan wil ik nog... lied zingen, lied 5. Tel u even in. Als op s'levens zee de stormen om u loeit,
Als uw arme meid uw arme hart vermoeit, tel uw zegeningen, tel ze één voor één. En gezegd verwonderd, hij liep nooit alleen. Tel uw zegeningen één voor één. Tel ze allen en vergeef ze één. Tel ze allen, noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Door zwaard neer, schijnt het kruis te zwaar, u zegt het aan de Heer. Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien, dan zal het hart te zingen en de zorgen vlieg. Tel uw zegeningen, één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Als ge ziet op anderen met veel geld en goed, weet uw hemelvader, geeft u overvloed. Tel uw zegeningen voor geen geld te koop. De hemel zijn nu blij. Tel uw zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze één voor één, en ge ziet Gods liefde dan door alles heen. In alle moeite, zorgen zonder tal, wees toch nooit ontmoedig, God is overal. Tel uw zegeningen, we luisteren toe. Troost en hulp zijn bij u vol, dan blijft de moed. Tel uw zegeningen, één voor één. Tel ze allen en vergeet er geen. Tel ze allen, noem ze één voor één. En ge ziet Gods liefde dan door alles heen. Wacht even. Zo, ja, nou ja, inderdaad, bedankt voor de goede wensen die allemaal toegewenst zijn. Inderdaad, wij zijn allemaal gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel, dus daar mogen we heel erg dankbaar voor zijn. Dus inderdaad, mooi liedje daar ook bij uitgekozen. Tel uw zegeningen, ja, want wij hebben ze, ja. Wij zijn al gezegend met alle zegeningen. Maar ook uw zegen in uw dagelijks leven kun je nog steeds krijgen, ja, want we weten, het is niet allemaal roze geur en maneschijn in dit leven. Ook in het leven van een gelovige niet. En dat heeft alles te maken met het lijden wat in deze wereld is. Ja, dat is nou helemaal zo. We hebben de zonde en dan kunnen je dingen overkomen. We hadden het net over oudjaar bijvoorbeeld. Nou, je zal daar net, hè, wij zijn met oudjaar ook weg geweest en bij Rachel en dan ga je naar huis. Ja, voor hetzelfde geld wordt er ook zo'n granaat onder je auto gegooid, ja. En dan lig je ook in het ziekenhuis. Je weet het allemaal niet. Ja, maar een zegening wat betreft de vrede van God in je hart, dat heeft alles te maken natuurlijk met het woord en waar het recht snijden. En dat doen wij hier ook met elkaar. En God weet wat goed voor ons is, ja. Dus voor de wil van God moeten wij ook in zijn woord zijn. En vooral voor ons dagelijks leven natuurlijk met het woord en waar het gesneden. Dus wij zijn ook, gaan ook daarom weer dit jaar, nieuwe jaar, gewoon weer verder waar we gebleven zijn. En dat is met 1 Timotheus. En ga met me mee naar 1 Timotheus 2. En daar heeft even wat tussen gezeten, met kerstmis ook. En ik heb de laatste keer over de mens Jezus Christus gesproken, de vorige week. Hoe belangrijk dat is, en dat Paulus dat ook daar natuurlijk niet zomaar zegt. De mens Christus Jezus. Want er is één God en er is één middelaar God. En de mensen. De mens Christus Jezus. Dus dat kruis ook, hè? Je ziet, er staat hier zo.
Met zijn armen wijd, ja. Maar dat betekent, hij staat tussen ons en de mens. En nu is het nog mooier, want wij zijn in Christus, ja. Wij zijn in zijn dood gedoopt. En met hem begraven en met hem opgestaan. Dus ja, wie kan ons scheiden van de liefde van God? Inderdaad. En als hij ons zijn zoon gegeven heeft, hoe zal hij ook dan ons niet alle dingen met hem schenken? Goed, laten we eerst openen het gebed. Vader, ik wil u danken, want we willen natuurlijk niet beginnen, Vader, naar uw woord te luisteren, maar zonder te vragen dat u ook uw geest, dat die, ons, die in ons woont, maar die ons ook licht gaat geven, ons gaat leren met het woord, Vader, en dat we daardoor mogen verlicht worden en dat we verlichte ogen van ons verstand hebben. Want we kunnen wel een heleboel dingen weten, want heel veel teksten hebben we al gelezen, maar we hebben ook altijd toch weer niet altijd helemaal het juiste licht erop. Of we zijn het misschien weer vergeten of iets dergelijks, Vader. Maar daarom wilt u ons licht geven, Vader. Zodat we een volle kennis in de waarheid krijgen. En het ook kunnen toepassen in ons dagelijks leven. En dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik ook in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Nou, diezelfde Heiland, dat staat in vers 6, die zichzelf gegeven heeft. Ja, tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Nou, de brief van Paulus aan Timotheus is geschreven. Hij is daar zeg maar de ouderling van de gemeente, de voorganger, zoals dat heet. Hoewel dat niet echt een Bijbels woord is. Voorganger, dominee, dat staat er allemaal niet. Herders, dat wel. Ja. En hij, aan hem is die brief geschreven. De zogenaamde pastorale brief heet dat dan. Ja. Het is echt aan Timotheus persoonlijk geschreven. En al die waarheden, ja, die gelden ook natuurlijk nog voor ons, maar vooral in verband met hoe je in de plaatselijke gemeente, hoe dat samengesteld is. Ja? Want hij zegt later, deze dingen schrijf ik, omdat jullie weten hoe je in de gemeente bij elkaar hoort te komen. Ook daar zie jij natuurlijk weer, er moet orde zijn, anders krijg je wanorde. En dat is niet wat God wil. En de gemeente heeft een hele belangrijke plaats, de plaatselijke gemeente in de maatschappij. Ja, wij zijn het huis Gods, noemt hij. Dan spreken we niet over het lichaam van Christus universeel, maar echt over de plaatselijke gemeente. Kijk, ik bedoel, wij zijn ook een tempel, individueel, toch? Maar gezamenlijk, zegt hij, zoals wij bij elkaar komen, noemt hij ons het huis van God. Ja, dus dat is niet een gebouw. Van de week zag ik het op televisie ergens, dat ze noemden dat kerkgebouw het huis van God. Maar dat is natuurlijk niet zo, want dat zijn wij. Dat is een levend iets. Dat is waar hij woont. Hij woont niet in een gebouw met stenen. Hij woont in levende tempels. En dat zijn wij. Nou. En dat is. Daarom is die brief ook aan Paulus geschreven. Omdat er dus in die gemeente. Dat er geen andere leringen geleerd worden. En dat was al aan de hand. Want in Efeziërs, we weten allemaal. Uiteindelijk het kalfde helemaal af. Zij zijn net het kukelt helemaal om. Nou, inderdaad, met wat volgens Paulus betreft is dat ook allemaal omgekukeld en nu helemaal. En dan is het belangrijk dat ook wij hier, deze brief, moeten niet denken, ik bedoel, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Kan ook overal gebeuren. Dat de verleiding insluipt en dat er dan, voor je het weet, valse leerlingen verkondigd worden. Nou, dus de gemeente heeft die plaats in de maatschappij en ook zegt hij ook in vers 1, de biddingen voor alle mensen, koningen en dergelijke, dat wij een gerust leven kunnen leiden, want dat is goed en aangenaam. En dan zie je ook, wat is de taak? God wil dat alle mensen zalig worden. Ja, en dat is, en als die eenmaal zalig geworden zijn, dat is de taak van ons, om de mensen ook te trainen en dat wij weten wat we moeten zeggen. Jij zei net iemand, had jij gezien, een filmpje van, nou, en hij ging allemaal atheïsten en ongelovigen en hij confronteerde ze met het woord, ja. En was, ja, ik ken het verder niet, maar zal hij waarschijnlijk ook het evangelie verkondigd hebben. En dat is de taak die we hebben als gemeente, maar ook individueel. En dan, en dat is heel belangrijk nu, zeker in deze, zeker met ons, in verband met het rechtsnijden van het woord de waarheid. Dat mensen tot kennis van de waarheid komen. Dat betekent niet gewoon maar dat ze kennis in de Bijbel krijgen. Natuurlijk, dat is belangrijk. Ik bedoel, de hele Bijbel. Ik bedoel, ik lees ook het Oude Testament. Ja, maar vooral tot kennis van de waarheid komen, het woord de waarheid recht gesneden. Je wilt toch weten wat Gods wil is voor jou in je leven? Maar, nou, kun je dan maar zo prikken in de Bijbel? Nee. En dat leer je. En dan krijg je ook verstand, waar we net om gevraagd hebben, dat Gods geest ons verstand gaat verlichten. Maar dat, wat Paulus ook zegt, merk hetgeen ik zeg, toch de Heere geeft u verstand in alle dingen. Wat is dat? Dat is verlichting.
Ja, kennis in al die dingen, dat je begrijpt, hé, mijn verleden, het heden en de toekomst. Wij kunnen naar het verleden kijken, wij kunnen naar het heden kijken, we weten wat God aan het doen is. En we kunnen ook de toekomst kunnen wij voorspellen, wat God gaat doen. Nou, dus, en dan spreekt over tot, dus, er is één middelaar Gods en dat is de mens Christus Jezus. En die heeft zichzelf gegeven, u ziet hier... Ja, men ziet het vaak van hij werd gearresteerd, onschuldig en toen werd hij aan het kruis geslagen als een willoos lam en dat soort dingen. Maar dat was allemaal zorgvuldig, het is niet zo, Christus die bad in de hof van Gethsemane. En toen waren ze klaar en toen stond hij op, hij zegt kom op. Nou, als ik gevangen dreig te worden, nou dan weet ik één ding, hoe kom ik hier weg, ja toch? Als ik onschuldig, maar Christus nee, hij stond op en hij ging naar ze toe, waarom? Het was de wil van de Vader. Ja, hij heeft wel 3 keer gebeden. Ja. Met bloeddruppels heeft hij zelfs gezweet. Maar toen had hij rust. En hij wist, het is de wil van de Vader. En hij zegt, kom op. En hij ging ze tegemoet. En hij liet zich gevangen nemen. Maar hij had ook 12 legioenen engelen kunnen laten komen. Dat weten we. Maar dat heeft hij niet gedaan. Gelukkig niet, hè. Want ja, hij heeft zichzelf gegeven. Waarom? Tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijne tijd. Een rantsoen. Ja, wat is een rantsoen? Toch een beetje een idee, dat heeft ook met in het leger te maken. Krijg je toch een bepaald rantsoen. Maar hier wordt het rantsoen bedoeld als een, er staat ook soms wel, een losprijs. Dus er staat een prijs, er is een prijs betaald om iets te kunnen bevrijden, los te krijgen, los te kopen. Dus dat heeft alles te maken, hij heeft zichzelf, dus hij is de losprijs. En waarvan? Nou, voor iedereen staat hier. Nou, dat zijn geen dingen, dat zijn mensen, ja. En een rantsoen, nou denk bijvoorbeeld, wat zijn wij mensen allemaal van nature? We zijn allemaal in zonde geboren. En wie de zonde doet, wat is die dan? Een dienstknecht, ja inderdaad, een zondaar. Maar dan is hij een dienstknecht van de zonde. Een slaaf. En dat is, zie je heel veel in de Bijbel gebruikt. Ja, wij zijn dienstknechten van de zonde. En van wie ben je dan? Nou, wie heeft de macht over de dood? Satan, ja. Dus om ons daaruit te krijgen, want al zo lief heeft God de wereld gehad, toch? Hij houdt van de mensen. Hij houdt niet van de zonde, maar wel van de zondaar. En er is maar één manier om ze vrij te kopen. En dat is door de mens, Christus Jezus. God moest mens worden. Ja? Er moest een prijs betaald worden. Hoe kan een koe, hoe kan een os, hoe kan die mij nou vrijkopen? Dat kan toch niet? Maar kan een mens mij vrijkopen in deze wereld? Niemand. En hij zegt ook in Johannes van, niet uit de bloeden, dus jouw afkomst kan jou niet redden. Al ben je nog misschien nog zo joods, of ben je misschien nog zo christelijk opgevoed, ga je, ja, dat, niemand, al heb je veel geld, ook niet. Ja, het kan ook niet, je kan jezelf ook niet verlossen, wie kan dat? En kan ook een ander dat voor je doen? Hebben wij nog een middelaar die dat kan doen? Of, nee, niemand, Maria niet, priesters, niemand niet. Ikzelf ook niet, en een ander mens ook niet. Omdat we zijn allemaal zondaren. En Christus was zonder zonde. En hij is de enige die zichzelf kon geven om ons vrij te kopen. Dat moest hij aan ons gelijk worden. Dus je ziet hier die slavenmarkt, zeg maar. Dat zoals je dat boek van Hel Lintje, Maarten, dat beschrijft hij dat ontzettend mooi. Hoe dat in zijn werk gaat met die slavenmarkt, ja. En zo ging dat vroeger, ja. En dan, ja, je kent het ook wel eens van de films, hè. En dan zie je ze daar zo staan, dan worden ze in de monden gekeken en alles. En dan, nou ja, oké, die welke verkost die, ja. Maar Christus is naar die slavenmarkt gegaan. Oké, hij heeft ze gekocht, maar hij is ook zelf aan hun gelijk geworden. En hij heeft ons gekocht. En wat was de prijs? Zijn kostbare bloed, toch? Hij heeft voor ons aan het kruis gehangen. En dat is de prijs die hij betaald heeft om ons vrij te kopen. Dus wij zijn niet meer van die slavenmarkt. Wij zijn geen dienstknechten van de zonde meer. Wij zijn, nou ja, je hebt net de zegeningen gelezen uit Efeze 1. En we zijn gezet in de hemel. Wij zijn vrij. En zo in het gelaten tweede gedeelte gaan we ook over die vrijheid spreken. Dat Paulus zegt, staat in de vrijheid waarmee de Christus u lieden vrijgemaakt heeft. Heeft hij mij vrijgemaakt? Ja, hoe?
doordat hij zich heeft gesteld tot een rantsoen. Dus we geloven niet in onze eigen werken, want als dat het was, waarom is Christus dan gestorven? Waarom heeft hij zichzelf als een rantsoen, als een losprijs gegeven, als ik het door mijn eigen werken kan verdienen? Dus dat zegt hij ook in Galaten. Ik doe de genade van God niet teniet, want als de rechtvaardigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. En zo zien veel mensen het, dat je wat vraagt aan iemand. Ik sprak pas ook iemand uit de kerk, in dit geval een katholiek iemand. Nou, die weet over het evangelie en dan zien ze die statie en dan zie je allemaal staan. Ik zeg, maar hij is toch aan het kruis gestorven? Ja, dat weet ik. Maar dan vraag ik, maar waarom is hij dan gestorven? Ja, dat weet ik niet. Ja? Dus men ziet dat gewoon, hij is daar onschuldig gestorven en we moeten hem navolgen. Goede werken doen. Nou, God is niet tegen goede werken, geen misverstand. Maar niet om onszelf te rechtvaardigen en om onszelf vrij te kopen. Want de mensen zien natuurlijk, ja, als ik goede werken doe, ja, dan verlos ik mijzelf. Maar zo werkt dat dus niet. Want met al je goede werken ga je zo de hel in. Voor eeuwig verloren. Nee, hij heeft ons gekocht, hij is een rantsoen. En dan zie je er ook staan, voor allen. Ja, en dat weten we, dat is bijzonder dat dat er staat, toch? Want de Heer Jezus zegt ditzelfde. En Christus zegt dit via Paulus trouwens. Hè? Paulus spreekt geïnspireerd door de Heilige Geest. En wie heeft het aan hem geopenbaard, aan Paulus? De Heer Jezus Christus, toch? En diezelfde Heer Jezus Christus heeft toen hij op aarde was, heeft hij daar in die opperzaal, heeft hij gezegd van dat hij zou zijn leven gegeven voor velen. Hè? Niet voor allen. En waarom dan? Velen, is dat niet allen? Ja, dat is ook allen. Maar de Heer Jezus, voor wie kwam die? Hij kwam voor de verloren schapen van het huis Israëls. En daarom zegt hij, maakt hij dat onderscheid voor velen. Wil dat zeggen dat hij dan niet voor iedereen stierf aan het kruis op dat moment? Voor de heidenen? Ja. Maar hij zei het tegen zijn apostelen, zijn discipelen. Ik kom om te sterven, mijn ziel, daar zegt hij trouwens, mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Niet alleen dat lichaam, maar zijn ziel. En dat is precies wat Jesaja 53 zegt. Dat hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. Niet alleen zijn lichaam, en daar hing die. Zijn ziel heeft hij tot een schuldoffer gesteld. Maar goed, hij zei tegen hem voor velen. Want in de eerste instantie was het natuurlijk voor Israël. Maar als je eenmaal is opgestaan uit de dood, dan geeft hij hun die opdracht. Waar ga je heen? Nou, Jeruzalem, Judea, Samaria en dan? Tot de uiterste aarde. Dus ook voor de heidenen. Ja? Maar tegen hun zei hij daar, voor velen. Want eerst moest Israël verlost worden. En dan gaan zij het heil brengen. Daarom zegt Johannes ook in zijn brief. Dat hij is een verzoening voor onze zonden. 1 Johannes 2 vers 10. 2 vers 2. Hij is een verzoening voor onze zonden. Maar niet alleen voor onze zonden, zegt hij. Maar ook voor de gehele wereld. Zie je dat hij dat onderscheid maakt? En later in zijn brief, in 1 Johannes 4, zegt hij, hij is een verzoening voor onze zonden. En dan spreekt hij gewoon over Israël, over ons. Onze zonden, dat doelt hij niet individueel, maar hij spreekt echt over onze zonden. Dan spreekt hij over het volk Israël. En dan zegt hij achteraan, en ook voor de gehele wereld. Waarom zegt hij dat? Zeggen wij dat ook? Ja, hij is ook voor onze zonden gestorven, maar ook voor de hele wereld. Dat zeggen wij niet. Christus zegt, laat u, hij heeft zichzelf gegeven in 2 Korinthe 5. En dat wij hebben een boodschap aan iedereen toch? Gewoon, laat u met God verzoenen. We zeggen toch niet, eerst voor ons en dan ook voor de rest. Zie je dat heel specifiek. Dat is een bedelingskwestie. En daarom staat hier nu allen, omdat, wat ik net zei, de Heer Jezus zei dat, toen was de verborgenheid nog niet bekend. Dus inderdaad, daarom zeggen wij nu, dat woordje geen onderscheid, zie je ook alleen bij Paulus staan. Hè? Er is geen onderscheid. Waarom moet je dat zeggen dan? Omdat er was wel een onderscheid ten tijde van de Heer Jezus. En als wij zijn weg, dan is dat onderscheid er weer tussen Israël. Zolang het hier om de dingen om de aarde gaat, is het vanaf Abraham het verschil altijd één Israël, twee de heiden. Waarom? Omdat God werkt via Israël gaat hij dat heil naar de wereld brengen. En nu doet hij dat via het lichaam van Christus. Nou, het lichaam van Christus is geen onderscheid, maar onze taak, onze plaats is ook namelijk niet hier, maar daar. Ander programma,
andere apostel, andere evangelie, wel dezelfde persoon, dat is de Heer Jezus Christus. Dat wel. Maar de boodschap is nu een rantsoen voor allen. Hier zie je heel duidelijk het verschil dat wij nu in de bedeling der genade leven. Dit kan je niet zomaar zeggen. Dit kan je niet zeggen in de evangelie. Absoluut niet. Het heeft Petrus ook niet gezegd in Handelingen 2. Hè? Absoluut niet. Nee, hij maakt onderscheid. Hij spreekt tegen Israël. En niet tegen de heidenen, hoor. En hij beschuldigt Israël dat ze hem gekruisigd hebben. En niet de heidenen. En hij biedt aan wie bekering? Aan Israël bekering. In Handelingen 3 zegt hij, daarom heeft hij Christus eerst tot u gezonden. Wie is dat? Israël. Maar dan verandert het, komen bij Handelingen 9. En dan gaat het veranderen. En in die tijd zitten wij nu nog steeds. In de bedeling der genade. En dan zeg ik ja. En daarom staat er ook achter. Zijnde de getuigenis te zijner tijd. Het is niet zo moeilijk te begrijpen, toch? Daarom zegt hij ook. Merk hetgeen ik zeg. De Heere zal je verstand geven in alle dingen. Nou, dat merk je gelijk. Ja, ik sta hier geen nieuwe dingen te verkondigen in feite. Want na al die jaren hebben wij dit natuurlijk allemaal wel geleerd. Dat is nou tot kennis van de waarheid komen. Ja? Dit is een onderdeel van het tot kennis van de waarheid komen. Want ga het maar om je heen vertellen. En veel mensen zullen dit niet weten. Omdat ze niet in de kennis in die waarheid hebben. Maar het is een getuigenis te zijn de tijd. En waarom staat er nou getuigenis te zijn de tijd? Omdat de Heer Jezus Christus heeft er niet over gesproken. Petrus heeft er niet over gesproken. Het getuigenis te zijn de tijd is. Dat is vanaf dat apostel Paulus van de Heer Jezus het openbaar kreeg. En dat is iets omdat het was verborgen. En in Titus 1 vers 2, laten we die tekst even kijken. Dan zien we gelijk wat daarmee bedoeld wordt. Titus 1. Dan zegt Paulus van zichzelf in vers 1, hoofdstuk 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht Gods en een apostel van Jezus Christus. Nou, tot nu toe, ja, zeg je, ja, dat waren was Petrus, Jacobus, Johannes waren dat ook. Maar dan naar het geloof der uitverkorene Gods, oké. En de kennis der waarheid die naar de godzaligheid is. Is ook allemaal nog, dat je zegt, nou, daar kan je ook nog steeds alle kanten mee op, toch? Dat kan je ook, dat zou Petrus ook gezegd kunnen hebben. En dan in de hoop des eeuwige levens, welke God die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der eeuwen. Hey, maar geopenbaard heeft de zijne tijd. Dus dat eeuwige leven, voor ons, dat is geopenbaard te zijne tijd. Waarom? Het was voor de tijden der eeuwen verborgen. Dat is apart. Zou Petrus dat ook kunnen zeggen? Nee, want het evangelie wat Petrus verkondigde, wat de Heer Jezus verkondigde, die Heer Jezus heeft waarom kwam hij? Hij zegt, om de beloftenissen van de Vader te vervullen. Hij zegt, alles wat ik jullie verteld heb, of alles wat in het Oude Testament staat, dat gaat over mij. Dus dat is helemaal niets verborgen uitstaan. Isaiah 53 heeft de Heer Jezus is geprofeteerd en dat hij zou sterven voor wie? Voor zijn volk. Om de overtredingen mijns volk staat daar, zegt Isaiah. Dus dat is allemaal helemaal niet verborgen geweest. Het was bekend. Kijk, en zie je, het was verborgen voor. Hij heeft het beloofd voor de tijden der eeuwen, maar pas geopenbaard te zijne tijd. Wat is te zijne tijd? Als de tijd daarvoor rijp is, om het zo maar te zeggen. Wij zeggen dat ook wel eens, hè? TZT. Ja, nu nog niet, maar TZT. Wanneer de tijd daar is. Oké. En dan staat het, maar vers 3 verklaart het. Namelijk. Zijn woord door de prediking die mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onze zaligmaker, aan Titus, mijn oprechte zoon, naar het gemeen geloof. Dus Paulus zegt hier, te zijne tijd, ja inderdaad, dat is het woord, ja, over voor het eeuwig leven voor ons, voor jullie, aan wie die schrijft, aan Titus, aan ons nu, dat is door de prediking die aan hem toebetrouwd is. Het is het bevel van God onze zaligmaker. Dus ja, mensen die zo laatdunkend over Paulus praten, en Paulus dit en Paulus dat, en jullie met je Paulus, sorry hoor, maar het is een bevel van God. En het is door God voor de grondlegging der wereld beloofd. Aan wie? Aan zichzelf. De drie eenheid God, ja. En hij heeft het pas aan apostel Paulus geopenbaard. Dus met andere woorden, Paulus is onze autoriteit. Het is het bevel van
onze God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, dat Hij dit verteld heeft. En dat dat is het evangelie voor ons voor vandaag. Te zijnde tijd. Wij leven in te zijnde tijd. Wij leven in het moment dat de bedeling der genade begonnen is en die is er nog steeds. Dus als we teruggaan naar 1 Timotheus, dan snappen wij wat hij bedoelt, ja. Je ziet hier helemaal het woord der waarheid rechtgesneden in vers 6. Ja, een complete verandering. En hij zegt ook, maar hier ook te zijn de tijd in vers 7, waartoe ik gesteld ben. Ik. Paulus is niet hoogmoedig, hij moet het zeggen. Want kijk, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel, en dan zegt hij erachteraan, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Dus als ik hier sta, ik. Drie keer ik. Ja? En allemaal, het gaat allemaal over hem. Ik ben die apostel, ik ben een prediker ervan. Kijk maar, een leraar van wat? Der heidenen. Ja, je zou nog kunnen zeggen, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Ja, oké, Paulus is de apostel voor de heidenen. Die heeft dat evangelie naar de heidenen gebracht. Tuurlijk, hij is de leraar van de heidenen. Petrus bleef gewoon... maar eigenlijk zegt men dan nog van, nou ja, die was niet helemaal... Ze deden het eigenlijk niet goed. Hè? Ze bleven maar een beetje daar, maar dat moest daar. En toen is Paulus geroepen. Dat is een uitleg die je dan hoort. Maar Petrus was vervuld met de Heilige Geest. Hè? Dus die wist heel, Petrus deed het heel goed gewoon. Hij ging naar Cornelius en zei, nee, ik ga niet naar binnen. Geen sprake van. Kan je toch niet zeggen dat hij verkeerd bezig was? Kijk, als wij dat nu zouden zeggen, of Paulus, nee, Paulus zou dat gezegd hebben. Nee, helemaal niet. Die wist van, nee, het is een ander evangelie. Jood en heiden, er is geen verschil meer. Dus Paulus zegt, kijk, van dit evangelie ben ik de prediker en de apostel. En ik zeg de waarheid in Christus. Nou, je zou je soms wel eens gedwongen voelen om dat ook te zeggen als je dat tegen mensen vertelt. Ja? Ik had een e-mailtje van iemand en die was heel enthousiast over de boodschap. En die was al een tijdje aan het volgen. Hij had het dan van Dorf gehoord op de site en was hij gevolgd. En nou volgt hij dan ook ons via de site. Dus wat mij zegt, ja, ik schrijf, ik zeg, er komen natuurlijk wel verdrukkingen en zo. Hij zegt, ja, dat heb ik al gemerkt. Want ik heb ook stickers had ik gemaakt, op mijn auto geplakt, met bijbel.nl. En zo rondrijden en overal vertellen. Hij zegt, nee, ik heb er tot nu toe nog niet één die mij met open arm heeft ontvangen. Ja? Ja, dat is niet populair, deze boodschap, ja? Ja, maar goed, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wacht eventjes. Ik sta hier toch geen leugens te vertellen? We staan toch geen rare praatjes op te hangen? En Paulus zegt, ik zeg, dus eigenlijk, ja, wacht even, ik zeg de waarheid in Christus, hoor. Ik lieg niet als ik dit zeg. In geloof en waarheid. Dus hij is een leraar in geloof en in waarheid. Maar dat is eigenlijk wat vers 4 zegt. Dat alle mensen zalig worden en dan tot kennis van de waarheid komen. Deze twee dingen, facetten, die vinden wij allebei in de brieven van Paulus. En ik zeg expres in de brieven van Paulus. Dat wil zeggen al zijn brieven. Dus we doen er geen brief af. We doen er ook geen brief bij. Dat is voor ons waar hij onze leraar in is. En ik weet, er zijn een aantal brieven vanuit de begintijd. Dat moet je weten. Maar daarom komen we bij elkaar. Ja, dat hij bepaalde dingen gedaan heeft. Bijvoorbeeld 1 Korinthe, de taal en dat soort dingen. Dat weten we. Dat moet je natuurlijk, daar moet je voor geleerd hebben in de Bijbel. Om te kunnen begrijpen. Oh, wacht even. Dat heeft met de reizen nog te maken in de begintijd. Dus wij spreken nu geen talen meer. Want wij kennen ten dele. Maar wij kennen nu niet meer ten dele. Want wij hebben namelijk al zijn brieven. Dus ja, en dan zegt hij in vers 8. Ik wil dan, want hij begon natuurlijk in vers 1 met dat bidden. Waarvoor bidden we? Ten eerste voor de overheden en de macht. En dat wij als gemeente dus deze taak kunnen uitvoeren in de maatschappij. En dan zegt hij dat dan krijg je dus hier over de mannen. En in vers 9 krijg je over de vrouwen in de gemeente. En hier zegt hij 1 vers over die mannen. En 7 vers over de vrouwen. Dus ja, ik heb me goed voorbereid hierop. Want in Amerika maken ze daar natuurlijk altijd weer grapjes over, hè.
Dus dan zeggen ze, ja, met vers 9 gaat over die vrouw. Zeven versen, hè, over, daar, over de vrouw in de gemeente. En ze scoren pas ook iemand zeggen, ja, ze, ik heb even al mijn levensverzekeringspolis geüpdate, dat het allemaal dik in orde is. En ik sta hier dus met andere woorden, wat gaat me gebeuren? Zo, dus met andere woorden, don't shoot the messenger. Schiet niet de boodschap, zo zeggen ze dat daar. Hè. Dus kijk de boodschap er niet op aan. En dat is inderdaad zo. Dat is de Bijbel die het zegt. Gods woord, ja? Nee, jullie zijn nog niet zo, gelukkig niet. Maar goed, dat is, dat doen ze daar. En ik moet er ook wel om lachen. Maar kijk, ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. Ik wil, zegt Paulus. Ja, ik wil. Paulus is namelijk onze leraar. Hij is onze apostel. Hij is geautoriseerd door God. Nou, hè, het bevel. En hij zegt, ik wil dat de mannen bidden in alle plaatsen. Nou, voor mij is alle plaatsen, ja, is gewoon alle plaatsen. Overal. Ja, dus als je hier bij elkaar komt. Als we een bijbelstudie hebben ergens in een zaal, van ook waar je met de gemeente bij elkaar komen, ja, is het gewoon dat de mannen binnen, dat heeft te maken met de leiding, met de autoriteit. Wie hebben de leiding in de gemeente? En het fijn me, zusters, wie ook kijkt en luistert of hier, dat zijn de mannen, ja. Dat is helemaal zo. En hij gaat in vers 9 en verder gaat hij ook zeggen waarom. Dat heeft niks te maken met dat God niet van vrouwen houdt of dat ik niet van vrouwen hou. Dat is allemaal flauwekul, dat heeft allemaal niks mee te maken, ja. Maar dat heeft te maken met een aantal oorzaken. Maar de mannen moeten bidden in alle plaatsen. En dan zegt hij, opheffende heilige handen zonder toorn en twisting. Ik denk daarom ook bijvoorbeeld in familieverband. Ja, ik weet nog wel, zij zaten toen in de eerste tijd, toen ik net tot geloof was gekomen in Paul ook. Gingen we toen naar een christelijke camping en ik zie het nog voor me. Dan zaten we onder de lijf of zo en dan zag ik daar voor me, zag ik zo'n gezinnetje. En dan zag ik daar dus echt aan tafel en ja, de vrouw ging bidden en de vrouw las ook uit de Bijbel. Dat was allemaal de vrouw die het deed. Oké, kijk, mij maakt het allemaal niks uit hoor. Ik bedoel, ik zeg het, don't shoot the messenger. Ja, maar het heeft erom maken met wat God wil. En dat zegt hij niet zomaar. God heeft namelijk een bepaalde structuur gebouwd in de maatschappij, in de gemeente en ook in het gezin. Ja? En dat heeft niets te maken dat het om dictatoriaal gedrag gaat, want dan... Klopt dat niet, want Paulus zegt, hebt u vrouwen lief, gelijk als Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Een vrouw kan op geen betere plek zijn als in een plek waarin ze een man heeft die gelooft en ook een man die ook het Gods woord toepast in zijn leven. Toch? Dat is de allerbeste plek hoor, die je kan hebben. Maar we weten, het wordt vaak natuurlijk anders uitgelegd, hè? De onderdanigheid en het hoofdschap van de man. Dat weten we, dat... Dat zie je om je heen. Vooral in de laatste, nou wat is vanaf de 60 jaren, is dat ingezet. Met verwoestende effecten tot de dag van vandaag toe. En het wordt alleen maar erger. De emancipatie. Mannen moeten gewoon... Ze zijn ook gelijk aan de man. In het lichaam van Christus zegt hij ook dat er is geen verschil. Ja? Dus er is niet dat de een beter is dan de ander. Maar als je het in de maatschappij ziet, de emancipatie, dan zeg ik inderdaad... De emancipatie van de vrouw. Daar zit het woordje man in. Ik zie het soms. De maatschappij die vervrouwelijkt. Wat mannen betreft. Maar als ik daarna kijk. De emancipatie. Dan zie ik de vermannelijking van de vrouw. De vrouw die dingen van de man gaan doen eigenlijk. Dat zie je. Kijk. Voorheen zei je van. Normaal gesproken zou je zeggen. Bijvoorbeeld iemand die een directeur is. Nou, dan denk je, nou, dat is meneer die en die. Maar nu is het soms ook een vrouw. Nou, dan zou je toch zeggen directrice, toch? Maar als je ziet, de woorden zelfs zijn ook mannelijk voor een vrouw soms. Het valt je misschien niet meer op. Maar als je erover nadenkt, dat die functies die ze vaak bekleden, zijn ook allemaal gewoon, het zijn gewoon mannennamen om zo maar te zeggen. Er zijn meer voorbeelden van te geven, maar het is maar een voorbeeld. Kijk, maar hij zegt hier dat de mannen moeten opheffen heilige handen. Wat zijn heilige handen? Onbesmette handen. Kijk, er staat hier zonder toorn en twisting. Nou kijk, als je in hoofdstuk 3 kijkt, in vers 3, een ouderling moet een man zijn. Daar staat bijvoorbeeld in vers 3, geen smijter. Ja, wat is een smijter? Ja, ze hebben het wel eens over een uitsmijter. Nou, dat zijn natuurlijk niet de zachte jongetjes. Toch?
Dat moet iemand die staan, die zal even optreden, ja? Nou, een smijter, dus een man, een ouderling, moet geen smijter, geen driftkop zijn, om het zo maar te zeggen. Of in vers 3 staat verderop ook geen vechter, ja? Maar als je erover nadenkt, hij moet heilige handen opheffen en zonder toorn en twisting. Dat betekent geen ruzie maken. En ik vond een hele mooie tekst in Jesaja 1 vers 15, dus die wil ik even met jullie, 14 en 15, Jesaja 1 vers 14 en 15. En dan zie je wat God zegt over mannen die handen opheffen. In Jesaja 1 vers 14, bladzijde 757. Dat gaat over Israël wat ziek is, ja, in afvalligheid. Een religieus volk krijg je dan, zoals je ook nu kerk hebt met gewoon een religie. Ja, dat is wat anders als geloof, hè. En hij zegt in vers 15... En als gij lieden uw handen uitbreidt, zie je, daar hebben die handen. Nou, je weet dat uitbreiden, dan komt men en dan staat men daar en dan bidt men tot God. Verberg ik mijn ogen voor u, ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt. Dus al kan je nog zo lang bidden, hoor ik het niet, want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u. Doet de boosheid uw handelingen van voor mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen. Dat is het tegenovergestelde van heilige handen. Leert goed te doen. Zoekt het recht. Helpt de verdrukte. Doet de wezen recht. Handelt de twistzaak der weduwe. Nou, dat gaat in verband met Israël. Ook in de grote verdrukking straks. Maar, want je ziet hier ook de weduwe bijvoorbeeld. Dat is ook een belangrijk issue altijd in de Bijbel bij met Israël. En Paulus spreekt trouwens in de 1 Timotheus brief ook over de weduwe. Ja, wat we daarmee moeten doen in de gemeente. Maar je ziet hier, het gaat mij om die handen, zie je het? Dus dit zijn kwade handen. Handen die hebben te maken met kwaad doen. Nou, als ik terugga naar 1 Timotheus. Dus ja, inderdaad, ik kan me dat wel voorstellen. Dat je niet iemand hebt voor de gemeente die bij de leiding hoort. Dat die geen heilige handen hebben. En dat is niet alleen maar dat jij misschien agressief bent. Maar je hand, wat zeggen wij? Handel en wandel. Zit ook het woord je hand in. Ja. Wat doe jij? Waar ben je mee bezig in je dagelijks leven? Ja? Ik denk als ik bijvoorbeeld alleen maar bezig ben om veel geld te verdienen en ook nog eens een keer bijvoorbeeld de belasting hier en daar nog even op te lichten. Dat zijn ook handelingen. Ja? Dat zijn geen heilige handen. Dus in ieder geval, dat iemand van onbesproken gedrag. Ja? Dat moet iemand die zijn, die een geestelijk iemand, laat ik het zo maar zeggen. En desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars of goud of paarlen of kostelijke kleding, maar het welk de vrouw betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Nou, hier zie je vers 9. Kijk, ja, waarom maakten ze dat grapje? Want als je dit vers ziet, leest en je leert gewoon, je zou gewoon zo dit lezen, hè? Dan zegt hij, nou, leer de vrouwen wat ze aan moeten doen, dat ze een mond moeten houden en dat ze kinderen moeten krijgen. Ja, als je het zo bedenkt, ja, dan zeg je, wat is dat nou? Ja, wat is dat nou, ja? Maar kijk, de vrouwen in een eerbaar gewaad. Wat is nou een eerbaar gewaad? Nou, je kan leren door het tegenovergestelde het woord te vinden. Dat is een oneerbaar gewaad. Wat is nou een eerbaar gewaad? Ik heb ze zitten denken, ja, hoe ga ik dat nou... Hè? Ja, dat staat erachter inderdaad. Met schaamte en matigheid. Dus ja, oké, waar denken wij dan aan? Want hebben wij dan ook... Nou, ik heb het nou hier niet liggen, maar hebben wij hier ook een duimstok... dat we alles gaan opmeten en dat we voorschriften gaan geven. Zo lang haar, zo lang moeten... Bla, 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 bla. Dus ik zat erover na en dacht, hoe ga je dat nou omschrijven? Een eerbaar gewaad. Hij zegt het... Men versiert zich dus door de middel hoe men zich kleedt. Dat noemt hij versieren. In Titus noemt hij bijvoorbeeld ook dat de dienstknechten door bijvoorbeeld niet onttrekkende, zodat ze de leer zullen versieren. Ja? Dus dat betekent, de leer zegt zo en zo, nee, het is ook natuurlijk niet stelen. Steven gaat stelen, wat doe je dan? Dan ontsier je de wet. Dan doe je iets niet wat jij moet doen, wat de leer leert, hè? Dus versieren heeft eigenlijk te maken, ook, ja, zeg ook als je gaat bijvoorbeeld iemand is, ja, dan ga je de boel versieren. Hang je slingers op. Het is feest.
Ja? Maar hier heeft hij het over de vrouwen die zichzelf versieren. Dat kan op twee manieren. Dus door dat uitwendige allemaal. En in vers 10 zegt hij, maar laat dat zijn door goede werken. Hij zegt, met schaamte en matigheid zichzelf versieren, zie je het? Dus kleding is een belangrijk iets. Nou, we weten het, want toevallig van de week zaten we hier op de bank en dan valt hier nog wel eens wat door de brievenbus. Dat zal bij meerdere brievenbussen, de commissie weet ons wel te vinden, ja? Qua mannenkleding, maar ook vrouwenkleding. Maar ik zeg tegen Paula, die zat er door te bladeren, zeg ik, maar kijk, er zat ook iets voor mannen bij. Die was zo dik en de vrouw was zo dik. Ja, en dat geeft het al een beetje aan, hè? We weten allemaal hoe dat gaat, hoef ik niet uit te leggen. En bij de een zal het meer zijn dan bij de ander. En daar zeg ik ook verder niks van. De focus is, ja, is de focus jezelf te versieren. Daarmee helemaal bezig te zijn, daar staat hij niet bij. Want anders zou je kunnen zeggen, ja, goud. Oh jee, ik mag geen gouden ring hebben. Nou, ik heb er ook een. Nou, dat is mijn trouwring dan, oké. Okay. Daar gaat het niet om. Maar waar zit de focus? Ja? En als je zegt over het versieren in een eerbaar gewaad. Nou, nogmaals, ik teken even met mijn artistieke kwaliteiten. Ja. Een eerbaar gewaad, ja? Nou, laat even alles los. Niemand in je hoofd hebben, maar gewoon in zijn algemeenheid. En dan wil ik dat de vrouwen hier antwoord op geven, niet de mannen. Als ik nou zeg, zo en zo. Dat is kleding. Dat zie ik vaak om me heen, hè? En als ik nou bijvoorbeeld dit teken, hè? Kijken of ik het goed doe. Ja. Nou, als ik zeg, vrouwen, als je nou ziet die zo gekleed gaan, wat denk je er nou? Nee, maar wie lopen er zo? Je ziet wel eens op televisie. Zie je als een film, en dan zie je dan rijden ze die auto's door de straat en rijden ze door een bepaalde wijk heen. Hè? En dan zie je daar de dames lopen. En die lopen zo, ja? Laat me eerlijk wezen, ja? Dus nogmaals, don't shoot the messenger. Maar Spreuken zegt, dat noemt hij wat? Hoerenversiersel. Ja? Ik zeg even algemeen wat de Bijbel leert, hè? Dus er is bepaalde kleding waarvan je zegt, is dat eerbaar of niet eerbaar? En waarom kleden zij zich zo? Ja, dan heb ik het echt over hoerenversiersel. Waarom? Kijk, want dit is natuurlijk, je snapt het, dit is veel te laag en dit is veel te hoog. Ja, toch? En dan hebben de vrouwen nog meer middelen, ook met hun ogen haard om dat te werken. Maar het gaat me even om een punt, eerbaar gewaad. En waarom kleden die dames zich zo? Dat is niet om de mannen te verleiden, toch? Dan kan je zeggen, ja, maar die mannen horen niet naar te kijken. Nee, die mannen horen daar zeker niet naar heen te gaan. Natuurlijk niet, daar is geen misverstand over. Maar wie bepaalt nou het morele pijl in de maatschappij? Dat zijn de vrouwen, hoor. Want kijk maar, als je in de magazines of de bladen kijkt, dan zie ik allemaal bladen. Hè? Nou ja, jullie weten wat ik bedoel. Het is allemaal dat soort dingen wat je ziet. Dus als dat allemaal nou niet zou gebeuren, ja? Dus oké. Okay. Nou, en dan is wel iets interessants. Dan geef ik die even weg. Wacht even, kijk. Ja? Als ik dit nou laat zien, hè? Even kijken, hoe kan ik hierop tekenen? Dat moet net lukken. Even kijken. Wat is dat? Niemand die het weet. Dat is iets duidelijker, toch? Als je dit wegveegt, dat is dit. Is de hoef of van een kalf. Heeft een kalf, staat hij gewoon zo? Of loopt hij zo, hè? Kalf. Ezechiël 1 vers 7 zegt dat is het. Ik wou het uit mijn hoofd zeggen, maar ik weet het niet meer. Gaan we even kijken. Ezechiël 1 vers 7.
Dan spreekt hij over. Ik kon er niet meer op komen. Ja, vers 7. En hun voeten waren rechte voeten. Ezechiël 1, vers 7, bladzijde 896. En hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf. Ja? De voetplanten van een kalf. Dus ik heb net voor de grap dit even zo eronder getekend. Ja? Maar de voetplanten van een kalf, dit stuk gaat over de gerubs. Even Ezechiël. En wie is ook een gerub? Satan. Dus ja, en dan krijg je op een gegeven moment, nou ja, je ziet het. Ik kan het nou wel zo tekenen. Ja. En dan zie je dus een been erin. Nou ja, oké, en dan weten we allemaal. Wat zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, of tegen Israël? De duivel is jullie vader. Ja? Dus met andere woorden, dit is gewoon, ja, ik vind het gewoon grappig in ieder geval, maar die overeenkomst. Dat men op die hakken gaat lopen, want zonder dit dingetje kunnen ze natuurlijk niet lopen. Maar zonder dat dingetje zie je precies de voeten van een kalf. Zouden ze willen lopen als bijvoorbeeld als hun daddy, als hun vader, ja? Want de vader is, Satan is de geestelijk vader van de ongelovigen, toch? Dat zegt hij al tegen Israël. Goed, nou ja, dat was eventjes, denk er maar over na. Dus hoge hakken, zou ik zeggen, die komen ook in de Bijbel voor. Ja, alleen bij de verkeerde persoon. Nou oké, maar in ieder geval dus dat eerbare gewaad, daar gaat het mij vooral om. Dus we hebben even gezien, ik heb het nou weggeveegd. We zien de maatschappij, waar dat soort kleding vandaan. En dan zeg ik bij mezelf, als Paulus dit zegt, ja, wij gelovigen moeten natuurlijk, wat roept hij ons op, niet wereldgelijkvormig te zijn. En daarom, dit is geen makkelijk onderwerp, maar dan zeg ik toch ook bij mezelf, ja, dan is het toch wel zo dat het belangrijk is dat ouders natuurlijk letten op zichzelf. Paulus zegt ook tegen Timotheus, let op jezelf en op de leer. Dan zal jij jezelf behouden en degene die je horen. Nou, dat begint natuurlijk sowieso bij de leraar natuurlijk. Maar dat begint natuurlijk ook bij de familie thuis en de ouders. En dat de moeders natuurlijk ook opletten dat ze niet in kleding lopen dat oneerbaar is. En dat is oneerbaar hoor. We weten om dat soort dingen. En dan zeg ik ja. En dat ouders ook hun kinderen daarop aanspreken. En dat niet toestaan. Want, laat me eerlijk wezen, even los van alles. Maar vrouwen weten zelf ook wel, als je iemand zo ziet lopen, zeggen, nou ja, dat is toch ook. Dat weten vrouwen toch? Ik bedoel, dat heb ik niet eens over de man, hè? Maar die weten van zichzelf van ja, zo hoor je niet rond te lopen. Zullen wij daar als gelovigen van het lichaam van Christus toestaan, of dat je zelf zo loopt, nou zo lopen ze natuurlijk niet, maar ook toestaat dat je kinderen op straat, als je dat niet wil, maar dan ook al helemaal niet wil dat ze zo naar de gemeente, naar de samenkomst van de heiligen komen. En hier spreekt hij over de vrouw in de gemeente, het staat er ook boven, maar daar spreekt hij ook over, dat de vrouw in een eerbaar gewaad, nou, een eerbaar gewaad is, dat je dat soort dingen niet accent oplegt die verborgen horen te blijven. Ja? Dus ook de verleiding. Dat er niet mee loopt dat het verleidingen oplevert. En dat is met schaamte en matigheid. Nou, schaamte. Nou, dat is het tegenovergestelde van schaamteloos. Ja? Iemand, als ik zeg, nou, die loopt er schaamteloos bij, dat weten we allemaal. Nou, dan weet je, dan denk je, maar dat tekenietje. Dat is een schaamteloos. Met schaamte is nog, dat is eigenlijk, als het niet met schaamte is, dat een ander er nog van gaat blozen. Ik heb het al over de blozeloze maatschappij gehad. Maar dat wat blozen veroorzaakt, ja, dat, je kent het wel, hè. Als mannen daarnaar kijken, en dan hoor ik niet naar te kijken. En als hij op betrapt wordt, oeps, ja, dan hoor ik niet naar te kijken, toch? Laat me eerlijk wezen. Laten we eerlijk wezen, ja. En matigheid, kijk, zichzelf versieren. Niet in vlechtingen des haars of goud of palen of kostelijke kleding. Maar het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Goede werken te doen. Dus nogmaals, hij zegt niet dat je natuurlijk dat je met vodden moet gaan rondlopen. Dat vind ik trouwens ook niet kloppen hoor. Want
Ja, kijk, ik denk zelf dat degene hoe je gekleed bent, dat zegt ook over, iets over hoe de persoon van binnen is, ja? Dus daarom, ik sta hier ook bewust zo. Ik drink, ja, ik draag, mijn schoonmoeder zei het vorige week nog. Ik heb deze stropdas van mijn schoonvader, die is er nou niet meer. En die, ik moest er nog een paar hebben en die had nog een hele boos stropdas. Ik dacht, nou, dat is veel makkelijk. Ja, dat is maar 3 dagen toch bijna geen stropdas. Ik zei, dat klopt, alleen op zondagochtend. Deze draag ik nooit een stropdas. Ja, of op een officieel feest of zo. Ja, dan wel, maar voor de rest ook niet. Maar dus het is een duidelijke keus van mij om dat te doen. Dus ja, en dat is met dit ook zo. Dus het is niet zo van dat hij verbiedt dat je een vlechting in je haar mag. Of dat je geen gouden ring niet zou mogen. Of een... Maar het gaat om de focus, ja. En dan zegt hij, laat dat vooral niet in die uitwendige dingen zijn. Maar zoals de Peters ook zegt, een kostelijk en stille geest, daar komen we zo nog op. Maar die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. Daar moet de focus op zijn. En de goede werken, nou dan spreek je bijvoorbeeld voor die vrouw, wat is dat dan? Nou laten we even gaan naar Titus gaan, want dat vind ik al, dat slaat gewoon de spijker op zijn kop. Ja, staat heel netjes. Titus 2 staat daar, vers 3. De oude vrouwen, insgelijks, dat zij in haar dracht zijn, en dat heeft niet met klederdracht te maken, maar in dracht, dat wil zeggen in hun gedrag, gelijk de heilige betaamt. Dat zij geen lasteraarsten zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar kijk, leraressen zijn van het goede. Onthoud dit woordje lerares, want daar komen ze zo meteen nog op. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, hè, verstandig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Nou, dan denk je, nou, vers 3 en 4, daar staat toch heel wat in, hè? Ze zeggen dat vrouwen zijn managers. Nou, dat zijn ze ook. Nou, ik heb hoge waardering voor de vrouw die dit allemaal doet, hoor. En die de keuze gemaakt heeft om, ja, wat hier staat. Want tegenwoordig, de maatschappij, je bent als vrouw iemand natuurlijk, hè? Nou, ja, als je natuurlijk een carrière maakt, hè? Als je een baan hebt, als je dit doet en dat doet. Maar als er één ding is, door deze maatschappij, en dat is wereldwijd, natuurlijk de focus op ligt, is dat de vrouw het huis uitgejaagd worden en dat die moet een carrière maken, want dat is goed voor de economie, maar daarom het wel zodanig in positie gemanoeuvreerd zijn, dat je als man en vrouw bijna niet meer dit kan uitvoeren, omdat ga jij maar zijn huis kopen met als man alleen. Nou, probeer het maar eens. Er zijn startersleningen, oké. Maar dan heb je maar een bepaald inkomen, maar als je er even boven zit, nou koop jij dan maar eens een huis. En zegt, nou jij, we gaan kinderen krijgen en dan, nou, dat is niet, valt niet mee. Het is bijna al zo gemanoeuvreerd dat dat bijna al niet meer te doen is. Dus ik besef, dat is moeilijk. Het is gewoon moeilijk. Dus je zal dat moeten proberen om dat te kunnen realiseren. Maar dat een echtpaar keuze maakt, hè, dat de vrouw ook dit soort dingen gaat doen. En kinderen goed op te voeden thuis, ja, en ervoor te zijn. En ze ook in het woord te leren en op te voeden. En zodanig de kinderen in de maatschappij te zetten. Dat vind ik een grotere prestatie als iemand die een baan heeft, hoor. Goed, maar goed. Ja, ik denk dat dat bijbels is, ja. Dus, door goede werken. Nou, die hebben we net gelezen. Nou, en als je vers 11. Een vrouw laten zich leren in stilheid. In alle onderdanigheid. Wat is dat? Een vrouw moet zich laten leren in stilheid. Nou, dat betekent dus niet dat als we hier zitten en dat jullie dus nu, als je zodra je binnen bent, dat je totdat je naar huis gaat je mond dicht moet houden. Dat heeft er niks mee te maken. Dat heeft met stilheid. Wat is stil? Nou, het is gewoon stil. Ja? Hij zegt hier duidelijk, dat wil zeggen, in alle onderdanigheid. Dus dat ze het leren aan de man overlaat. Want staat er ook in vers 12, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren, nog over de man heersen, maar wil dat zij in stilheid zijn. Zie je, dus het heeft te maken met het leren. En als je leert, nou, je weet zelf wel, als je leert, dat heeft met autoriteit te maken, met gezag te maken. Als je een gezin hebt,
Want dan komen we op de volgende verse. Want kijk, dat is het, vers 13. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Dus als je bijvoorbeeld in je gezin, je hebt een aantal kinderen. Ja, dan weten we allemaal toch wel dat die kleinste, die gaan natuurlijk niet die oudste leren. Dat werkt toch zo niet? Dat is toch andersom? Nou, en dat heeft met de scheppingsorde te maken. Adam is eerst gemaakt en daarna de vrouw. En God heeft, hij zegt tegen hun allebei, vermenigvuldig je en heb heerschappij. Dat zegt hij tegen hun allebei. Maar het is duidelijk, de vrouw is gemaakt tot een hulp van de man. En niet andersom. En daarom zijn wij mannen ook van die hulpeloze wezentjes, toch? Als onze vrouw, stel je voor, dat een vrouw eerder overlijdt dan de man. Nou, dat weten we. En sommigen kunnen zich goed redden. Maar op het algemeen is het, een vrouw, zie je dat die makkelijker alleen achterblijft als weduwe, als dat een man. We kennen allemaal de uitdrukking wel, een mannenhuishouding. En als ik naar mezelf kijk, ja, ik leun volledig op mijn vrouw, hoor. 100%. Ik denk wel eens, als die eerder gaat, nou, dan heb ik echt een probleem. Ik kan niet koken, ja, patat, frituren, dat kan ik. Een wasmachine heb ik nog nooit aangeraakt. Strijken, dat, alle soort dingen, dat doe ik niet. Dat heeft ook te maken met de keuzes die wij gemaakt hebben. Ja, dat heeft te maken met mijn werk. Ik zou er ook geen tijd voor gehad hebben. Al dat soort dingen, ja. Maar gewoon is de Bijbelse verdeling. Maar dan weet je inderdaad wel van, nou, het zal inderdaad niet eenvoudig zijn. Want ik ben niet gemaakt tot een hulp. En dat zie ik overal om me heen. Dat gewoon over het algemeen de praktijk is. En vrouwen zijn ook sterker als van mannen. Ja, want uiteindelijk, zij leven het langst, hoor. Maar dat heeft ook weer te maken met... Want hij zegt... Peet zegt ook... Hoe zegt hij het ook weer? Wij zeggen dat ze het zwakke geslacht, hè. Maar over een porseleinkast heeft hij toch over... Als broze vaat, denk ik. Ja? Maar toch leven vrouwen langer. Nou, hij spreekt daar ook over weer in verband met die relatie van... De man is het hoofd van de vrouw. In die zin is zij dan... Hij zei de zwakkere positie, om het zo maar te zeggen. Dat heeft de Heer Jezus in feite ook. Hij was onderdanig aan de Vader, toch? Dus in die positie zou je zeggen, een zwakkere positie. Maar is de Heer Jezus Christus minder dan de Vader? Dan zeggen we toch allemaal nee? Maar als je praat over vader en zoon, dan zeg je, ja, oh, de snap het al, wat heeft daarmee te maken? En mijn man en vrouw precies hetzelfde. Ja? Dus, ja, en dat is een lange leven over het algemeen. Ja, wij zijn ook veroordeeld uiteindelijk, natuurlijk, omdat wij zullen in het zweet des aanschijns ons brood verdienen. Ja? En Nederland is wat dat betreft nog een paradijs voor vrouwen. Moet ik zeggen, hoor, wat het werken betreft. Want als je in Noorwegen gaat, moet jij gewoon vijf dagen werken, hoor, in Zweden. Als vrouw. Volgens mij krijg je anders ook geen pensioen. Daar is alles op ingericht. Ja? Hier in Nederland, volgens mij het enige land ter wereld, in België kennen ze het ook niet, dat je bijvoorbeeld deeltijdbanen hebt. In Nederland kan je als vrouw zeggen, nou, ik ga 1 of 2 dagen werken per week. Daar is Nederland uniek in. Dat is echt heel bijzonder dat dat nog kan. Maar goed, ik zie dat ik ga eindigen, de rest doe ik volgende keer wel. Maar hij spreekt hier over, dus de man, de vrouw, die leert niet de man. En Paulus zegt, ik laat het ook niet toe. En daarom zegt hij in vers 13 de reden. Adam is eerst gemaakt en daarna Eva. En dan spreekt hij over vers 14. Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtredingen geweest. Dan gaan we de volgende keer zien, want dat heeft nogal wat consequenties gehad. Waar wij nog steeds mee te maken hebben. Die eenmaal wel opgeheven zullen worden. Maar dat is de reden. Dus er staat helemaal niet dat de vrouw inferieur is aan de man. Vrouwen kunnen ook leren, hoor. Ik heb wel eens vrouwen horen leren, ook in Amerika met de Bijbel. Nou, dan kun je nog een puntje aan zuigen. Echt geweldig. Echt. Maar vrouwen mogen wel vrouwen leren. Hè? Dat is ook een Bijbels gegeven. Wat één ding dat wil ik nog even mee afsluiten, is dat je ook ziet dat Paulus spreekt hierover. Je ziet hier nergens in verband met de hoofdbedekking staan. Daar hebben we natuurlijk een heel punt over gehad. Als een vrouw bidt of profeteert, ja, in de gemeente, dan stond ze in het openbaar te profeteren of te bidden in talen bijvoorbeeld. Dat was met die gaven te maken. Dat is nou niet meer zo. Dus als je spreekt over, het heeft met de positie van onderdanigheid te maken, wat er toen, die hoopbedekking toen voor was, dan zou je dat ook verwachten dat het hier staat. Maar hier staat het helemaal niet. Spreekt helemaal niet over. Want het is namelijk vanzelfsprekend nu. Waarom? Omdat de vrouw spreekt niet in de gemeente meer.
En ze staan niet op om te bidden. En er wordt niet geprofiteerd. Het zijn de mannen sowieso altijd die de leiding in de gemeente hebben gehad. Maar het zijn de mannen die praten in de gemeente. En niet de vrouwen. Dus vandaar kan je ook zien. En dat heeft te maken, hè? Daar zie je ook aan dat die gaven dus ook verdwenen zijn. En daarom noemt hij het hier ook niet. Want ze zit stil in de gemeente. Volgende keer gaan we nog verder. Ik heb het overleefd. Ja? Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Danken voor alles wat u voor ons aan het kruis gedaan heeft, vader. Vader, het is soms, we maken er wel een grapje over, vader. Maar het is in deze tijd gewoon, ik weet gewoon zeker, als we ongelooflijk dit horen, dan zijn we aards en aards conservatief. En dan zijn we gewoon een secte. En weet ik wat allemaal niet meer, dat er allemaal niet aan deugt, vader. Maar één ding is zeker. U hebt ons gemaakt zoals u dat hebt gewild. En als wij als man en als vrouw ons in die rol schikken, vader, en ons daaraan zullen onderwerpen, met u als het hoofd, vader, de drievoudige snoer kan niet gebroken worden, dan hebben we het beste huwelijk wat er bestaat. En dan zullen we zowel de man als de vrouw het beste tot hun recht komen, vader. Maar dat is niet wat de wereld wil geloven. En wat ook zelfs in het lichaam van Christus, ook de wereldgelijkvormigheid, waar aan alle kanten ziet toeslaan, vader, wat de uiterlijkheden betreft. Maar ook wat betreft de autoriteit in de gemeente, vader. En wij willen toch u gehoorzamen en volgen u zoals u dat in de brief van Paulus hebt opgeschreven, vader. En daarom dank u ervoor. En ik bid ook, vader, dat we ook mogen gesterkt worden juist door deze boodschap. In plaats dat we in opstand komen. En dat vraag ik en dank ik alles in de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Goed, we gaan zo meteen weer verder met het.